Enkele tientallen vrienden en collega's hebben vrijdagavond in Spijkenisse meegelopen in een stille tocht ter nagedachtenis aan Farida Zargar, de vrouw die 11 november dood werd gevonden in het Malle Bos. De tocht liep van het bedrijf waar Farida werkte, transportbedrijf De Rijken, naar de plek waar ze werd gevonden in het Malle Bos. Waarom deze stille tocht? Omdat zij gewoon veel voor ons betekenen. Gewoon als kennis, als vriendin, gewoon. En als persoon zelf. En het is gewoon, ja, zoiets doe je. Het is gewoon erg om zoiets mee te maken. In het Malle Bos werd een minuut stilte gehouden. Er werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken. Voor de dood van Farida zit Patrick S. vast. Hij wordt verdacht van ontvoering met de dood tot gevolg. Bij een aanrijding tussen drie auto's op de Baanhoekweg in Dordrecht is vrijdagavond één persoon ernstig gewond geraakt. De bestuurder raakte bekneld en is door de brandweer uit de auto geknipt. Personeel van de traumahelikopter heeft eerste hulp verleend, waarna het slachtoffer naar het Erasmus MC in Rotterdam is gebracht. Het tramverkeer in het centrum van Rotterdam heeft vrijdagmiddag enige tijd plat gelegen. Een ontspoorde tram zorgde op het Weena voor een verkeerschaos. De tram had vermoedelijk door problemen met een wissel een elektriciteitsmast geramd. Daardoor konden andere trams niet doorrijden en ontstond er een file van ongeveer 20 trams op het Weena en de Koolsingel. Zaterdag zien we naast bewolking ook af en toe de zon tevoorschijn komen. Het blijft vrijwel overal droog en temperaturen in de middag ongeveer een graad of 10.